Goedemorgen, welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we nog een dik pak bewolking boven het noordoosten zien. Dat is een regenstoring die vanochtend al vrij snel het land verlaat. Daarna breekt van tijd tot tijd de zon door, maar al snel volgen er ook een aantal buien en die kunnen stevig uitpakken, vooral vanmiddag met kans op onweer en zware windstoten. Sowieso gaat het flink waaien uit het zuiden tot het zuidwesten, boven landmatig of vrij krachtig en aan zee hard, mogelijk zelfs zeven stormachtig, windkracht 4 tot 8. Het wordt 15 tot 17 graden. Vanavond wordt het geleidelijk aan weer droger. Dan zijn er flinke opklaringen. De wind gaat ook weer wat afnemen. en het koelt af tot een graad of 12. Dan morgen hebben we in eerste instantie te maken met vrij veel zon. Later in het zuidoosten raakt het bewolkt. en volgt daar enige tijd regen. In het westen kunnen er een aantal buien over het land trekken. Het wordt 16, 17 tot 19 graden. bij nog altijd een vrij stevige zuidelijke wind. Ook donderdag, vrijdag en zaterdag blijft het vrij wisselvallig. Op donderdag is de kans op buien nog behoorlijk groot. Vrijdag en zaterdag zullen de droge momenten wat meer overheersen. De middagtemperatuur ligt veelal tussen de 16 en 19 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.